Als het goed is gaan we de 40 dozen meenemen. Dan gaan we richting Friesland, hè? Dat is de bedoeling. Dus dan gaan we ze daar afgeven in het Heerenveenstadion in Tialf. En aan de horizon leidt hem mijn lord. Toen ging de zee niet een keer in mijn razend gewier. Ik vind het ontzettend indrukwekkend dat ik hier ben. Ik had nooit gedacht dat ik nog eens in Tialf zou wezen. Ja, dat lukt wel. Daar hebben we er voldoende voor. Ja, je moet je even aankleden. Dat vind ik wel een en dan gaan we zo snel. Zo snel. Hoeveel heeft u nou gebruikt? Ja, Gaan wij officieel overhandigen? Ja? Nou, wij willen heel graag deze Fries overhandigen aan Tio. We hebben hier ruim twee jaar lang heel erg hard aan gewerkt met verschillende breisters. En wij vonden eigenlijk dat hij terug moest naar Friesland. En Tialf is daar een geschikte plaats voor eigenlijk. Want als je aan Tialf denkt, denk je ook een beetje aan kou, schaatsen, kou. En daar hoort een lekkere warme sjaal bij. Dus we zijn hier met verschillende mensen die meegebracht hebben. Zowat alle breisters. En speciaal mevrouw de Jong staat hier naast mij. En zij heeft in haar eentje 1200 meter gebreid. Dus eigenlijk, mevrouw de Jong, ik geef u een beetje de sjaal zo een beetje uit elkaar. En u mag hem aan Yvonne en aan deze directeur van het Tialf mag hem overhandigen. Oh, ja? De timing om deze sjaal te overhandigen is subliem en perfect. Ja. We zijn ook dit jaar begonnen met de Friese bocht om die vorm te geven. En wij zullen zorgen dat de sjaal in de Friese bocht en in de accommodatie ergens een plek gaat krijgen. We weten nog niet precies hoe. Zoveel dozen, ruim bijna 40 dozen. Ja, daar moeten we even over nadenken hoe we dat precies gaan doen. Ja. Maar hij gaat zeker een plekje krijgen. Oké. Super bedankt. Ja. Okay. En in verband met de kou kunnen we nu naar binnen, want daar staat voor jullie wat te eten en nog wat te drinken te wachten. Welkom. Hij is in ieder geval ontzettend warm. Ik vind hem ook heel mooi. Ja, en ik vind het gewoon ongelooflijk bijzonder dat deze mensen 2 jaar lang de tijd en de zin hebben genomen om dit te breien. Dus Friesland is hier heel erg blij mee. Want ja, dit is natuurlijk wel de trots van Friesland, hè, de pompenbladen. En om dan even meer dan 3 kilometer te breien, dat is haast niet voor te stellen. Want we hadden al even uitgerekend hoe vaak die om de baan kan. Maar dat is 7 rondjes. Dus dat is eigenlijk gewoon bizar. Ja, ik vind het heel knap. En het is een wereldrecord, dus dat hoort bij Tialf. Ja, dat is een wereldrecord. Dus geen langere sjaal dan de sjaal van de Friesland. Oh, en komt hier een keer op records. Dat is in procedure, ja. Oh ja, te gek hoor. Ja, ik vind het leuk, want ik doe Scheveningen, dat is aan de zee. Dan denk je nog niet zo snel aan de connectie met Tialf. Dus ik ben ook zelf erg benieuwd hoe jullie op het idee zijn gekomen om... Ja, de verbinding met, hier op Friesland, dat is duidelijk. Ja? Maar waarom jullie komen? Jullie komen natuurlijk uit Scheveningen. En waarom dan de Fries? In Scheveningen hadden we een Friese week. Oh, dat is het. En toen gingen we de Elfstedentocht af. En elke dag was er dan een andere Friese plaats. Was dan thema in het huis van ons. En toen zijn we eigenlijk blijven hangen bij het breien van een sjaal. Want daar zijn we toen mee gestart. En dat is een beetje extreem. Jullie zou ik net zeggen, jullie zijn met een sjaaltje begonnen. En dat was zo leuk. Ja, 4 meter per dag. Hè. We hebben een aantal dingen uitgerekend. Ongeveer 4 meter per dag. Alle dagen breien. Nou, zonder en hoeveel meestal... mensen? 30 zijn dat? Ja, rond de 30 breisters. Ja. Hoeveel steken zijn er nou? 28,8 miljoen. Ja, ongeveer. Ja. En 18.000 blokjes, dus blauw-wit. 18.000. Nou, dit is gewoon veel. Dit is ook nog een keer, hè? Ja, en dat is nog apart erop gedaan. Ja, dus we hebben ook uitgerekend hoeveel pompenbladen dat zijn. Hoeveel zijn het er? Nou, hoeveel, weet jij uit je hoofd nog hoeveel pompenbladen? Als het draad los was, dan kon je van hier tot aan Berlijn. Dat is echt ongelooflijk. Bizar. Ja. Nou, ik vind het echt top. Klasse hoor, Kover. Maar hij komt nu even tijdelijk hier te hangen over die reling van de trappen. Ja, en ik denk dat Eelco daar voor het volgende seizoen ook, als Tialf echt klaar is, hè, want nu wordt hij verbouwd. Als hij echt klaar is, dan is het natuurlijk wel de trots zo meteen van het stadion. De overdekte baan zoals die nu is, vanaf 87. De eerste, de kunsthuisbaan is in 67 neergelegd, maar die was niet overdekt.
Toen is die 87 is die overdekt gemaakt. En we zijn nu eigenlijk dus in de, wat is de derde fase bezig. En die zal in oktober klaar zijn. Oktober van dit jaar. Wat is er nodig om dit ijs zo goed te krijgen? Hele goede mensen. Goede spullen en goede mensen. Deze hier is maar zo dun. En er zit een verflaag nog op, zoals je ziet, want daardoor is het wit. Anders zou je het grijze beton zien daaronder. Dus er wordt hier wel gewerkt aan het ijs. En ze hebben machines hier rondlopen, rijden, die heten Zambonis. En die schaven het ijs elke keer weer af. Want ijs dat groeit, dus het wordt steeds dikker. En op een gegeven moment, dan, als het te dik is, dan gaat de schaats daar te diep in. En dan wordt het ijs minder snel. Dus ze houden dat zo dun mogelijk om ook goed het ijs te kunnen controleren. Want hoe dikker het ijs is, hoe moeilijker het is te controleren. En dat schaven ze met de Zamboni elke keer weer schoon. En dat houden ze zo dun.